Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Samen maken we HHC. Rob, als ik tegen jou zeg dat je vandaag de man van de wedstrijd bent, zeg je dan van nou, dat kan ik me wel eens vinden? Nou ja, ik heb wel een van de betere wedstrijden van het seizoen gespeeld. En ik heb denk ik hard gewerkt en ook aan de bal ging het goed. En ik pik eindelijk weer een doelpuntje mee in de competitie. Dus wat dat betreft was ik wel heel tevreden. Ja. Want ik denk dat vorige week voor jou echt een rampzalige week was. Hè, door dat ongelukkige moment natuurlijk met de keeper. Dat jij eruit moest. Maak je dat dan extra gemotiveerd zeg maar, om vandaag extra te vlammen? Nee, ik was natuurlijk wel wat gefrustreerd doordat je dan na 20 minuten wordt gewisseld. Want normaal vind je dat lullig voor een ander, maar nu was ik het zelf. Dus dat was wel even balen. Maar ik word gewoon weer opgesteld en dan doen we het met z'n elfen. En dan begin je weer gewoon net zoals vorige week, niet extra of wat dan ook. Maar gewoon wilde ik weer een doelpunt maken. Want daar was ik naar Berkum ook weer naar op zoek en dat lukte. Ja, super knap gelukkig. Kun je de goal omschrijven? Gersom kreeg mee aan de rechterkant en zoals Marcel vorige week uitlegde dat ik vaak één moet komen, deed ik dat dit keer weer. En ik kwam voor mijn man en ik moest hem gewoon schampen. En hij ging perfect het doekje in. En wanneer voel je dan op zo'n moment van dit wordt hem gewoon? Is het al het moment dat je springt of is dat het moment dat je hem raakt? Wanneer weet je van ja, dit is raak? Op het moment dat je die bal raakt, dan voel je wel dat hij de goede richting in gaat. Dat is niet op het moment dat je naar de bal gaat, want dat is afgelopen week ook vaak gebeurd en dan ging hij er niet in. Maar nu merk je wel, als je hem raakt, dan voel je wel welke kant hij op gaat. Hij lag snel genoeg achter de keeper. Jullie hebben heel veel blessures dit jaar. Daar hebben jullie gewoon onvoorstelbaar veel pech mee. Als je dan puur gewoon even scorebordjournalistiek bedrijft, dan hebben jullie eigenlijk tot nu toe best wel een heel knap seizoen gedraaid. Hè? Ondanks de wisselvalligheid misschien, maar jullie staan wel gewoon vieren. Ja, klopt. We hebben heel veel blessures en ook belangrijke blessures. Maar elke keer hebben we wel elf man op veld staan die allemaal wel... eigenlijk de 3 punten moeten binnen kunnen halen. En wat dat betreft is dat niet altijd gelukt. En voetballend is het ook nog niet altijd top. Maar ik denk met de tegenvallers die we hebben gehad, staan we alsnog op de 5e plaats. Dus ik denk dat we wat dat betreft wel goed doen. Nou gaan die jongens straks één voor één allemaal weer een beetje terugkomen. Wat brengt dat het elftal wat het nu niet heeft, denk jij? Nou, ik denk dat we dan weer misschien kunnen oppakken waarmee we zijn geëindigd in voorbereiding. Toen hebben we zo sterk gespeeld en waarin eigenlijk de andere topklasses eigenlijk geen schijn van kans hadden tegen ons. Dus ik denk dat het dan wordt de concurrentie weer groter, want nu is iedereen wel eigenlijk is het plekje wel veilig. Dus de concurrentie wordt groter, daardoor moet iedereen weer een stapje harder trainen en dat zie je ook denk ik terug in de wedstrijd. Want merk je dat dan nu op de training dat het toch een tandje lager gaat, omdat iedereen toch wel bepaalde jongens zijn die achter, ik speel toch wel? Nou, dat niet zozeer, maar ik denk wel dat het. Ik merk het zelf niet, maar ik kan me voorstellen dat het soms wel in iemands hoofd omgaat van ik speel toch wel. En de trainer die roept dat ook wel eens, dat het geval is, maar dat is ook natuurlijk om ons gewoon scherp te houden. Zodat we gewoon net zo trainen alsof we dat met 20 man hebben. Deze overwinning kan alleen maar vertrouwen geven en moreel vergroten. Ja, betrek alle clichés er maar bij. Hè? Ja, klopt. Ik denk dat. Nou, dat hoog tijd weer om weer 3 punten te pakken en ik denk dat we volgende week gewoon weer gaan winnen. Want eenmaal een winstpartij zet meestal een mooie reeks bij ons in. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, we zijn van HHC. Samen maken we HHC.